De Maritieme Autoriteit Suriname heeft vanmorgen tijdens haar nieuwjaarsmeeting haar nieuwe website gelanceerd. MAS-directeur Michel Amafo zegt dat zowel de samenleving als de MAS moeten leren leven met het nieuwe normaal. Veel bedrijven hebben het nu heel moeilijk vanwege de invoerbeperkingen. En ook de MAS ondervindt daar last van. In 2021 was er een economische heropleving met een toenemende vraag naar goederen en grondstoffen. Mede als gevolg hiervan zijn de vrachttarieven omhoog geschoten en hadden een doorwerking op de prijzen van goederen. De importinflatie heeft ook doorgewerkt op het prijzenfront in Suriname. De verhoogde prijspeil leidt tot minder importen van goederen. Ook de exporten stagneren om diverse redenen. Deze ontwikkelingen werken direct door op de intensiteit van de scheepvaart en vrachtafhandeling en heeft ook impact op bedrijfsvoering van de MAS. U weet zelf, de MAS wordt niet gesubsidieerd. We moeten het hebben van onze eigen bedrijfsvoering. De huidige discussies zijn vooral gericht op de maximalisatie van local content en het opzetten van shorebases. De local content betreft de mate waarin Surinaamse bedrijven en burgers zullen meedelen in de economische activiteiten die de offshore exploitaties met zich meebrengen. De MAS-directeur gaat in op de plannen die in het verschiet liggen, waaronder het baggeren van de Suriname en de Komowijnrivier. De aanvraag en de verstrekking van vergunningen van waterwerken in de districten zal nu gaan via de MAS en niet meer door de DC's. Dat ik is om mijn aanvragen, ik kom binnen ook alleen van ik go via MAS. En om eens maar ik bel, maar ook af een procedure. Vaden zijn ego. En de MAS, samen man, samen man. Zo werkt het. Ja? En zou je doen, like MAS, na dat je een ontwikkeling in haar kondre. Dus een audience, no one's man. If one's man actie een vergunning, we looken zijn niet, boom, we looken fin. Want een one probleem ook toe. Want in een kamp van Santa Paliba, dat die bouw van Santa Paliba, dat de boter zou ik een ekis probleem. Dat zou je heren ook, dat ze dan op een onveilige haven. Want mijn boter ekis probleem. Want we zijn aan een integraal project bezig. Dat want dat we bakken alibi. We maken infrastructuur. Dus om een soort van we doen, voor mij dat je stranden kan de, zou je dat je aantrekkelijk die investeerders. Dat na zou we doen. En dus alles aan zou we doen, pas in het kader dat. Dus even wat zijn die onveilig, maar ook die tak, dat normaal, maar dit kan wel. En dat we lukken van we gomor of para. De president-commissaris Stanley Bettersen gaf aan dat de MAS een voorbeeldbedrijf is dat niet ad hoc te werk gaat. De nieuwjaarsmeeting is gehouden op het hoofdkantoor van de MAS.